Onder de Rotterdamse spoorbrug werd deze dagen met een enorm gevaarte gemanoeuvreerd. Sterke sleepboten trokken een 90 meter lang segment van de metrotunnel die onder de Maas door komt te lopen naar de plaats van bestemming. Vier zolderschuiten droegen samen een stalen stellage die op zijn beurt het betonnen tunnelstuk droeg. De Rotterdammers kijken verlangend uit naar hun metro. En bij de plaats waar het tunnelstuk tot zinken moest worden gebracht in een van tevoren gebaggerde sleuf, waren belangstelling en spanning het grootst. Het eerste tunnelstuk onder de Maas moet natuurlijk op de centimeter nauwkeurig aansluiten op het ondergrondse tunnelstuk op de oever. Zowel op het segment als op de kant waren talrijke meetinstrumenten aangebracht om het tunnelstuk zo nauwkeurig mogelijk op zijn plaats te krijgen voordat het afzinken begon. Verscheidene van deze gevaarten zullen volgen voordat de Nieuwe Maas ondertunneld is. Maar Rotterdam is in ieder geval op weg naar de overkant.